Het journaal Laat met Fatma Taspinar. Een heel goede avond en welkom. We beginnen met hoopgevend nieuws. Voor bewoners van woonzorgcentra in ons land en mensen die er werken. De komende weken zullen ze allemaal getest worden op het coronavirus. Dat is toch de bedoeling. Vanaf maandag zullen er per dag minstens 2000 kits beschikbaar zijn om die testen uit te voeren. Maar ook in andere zorginstellingen dan de centra zal de komende weken grondig getest worden. De focus ligt nu op alle kwetsbare personen. We hebben ook met de taskforce vandaag ons gebogen over ja, wat gaan we dan met die kits doen. Hè? Waar gaan we ze juist gaan verspreiden? En daar is ook de keuze gemaakt om daar te opteren voor de residentiële zorgsectoren met de meest kwetsbare bewoners. Dan spreken we dus uiteraard over de ouderenzorg, maar ook over de sector personen met een handicap en de psychiatrische verzorgingstehuizen. Nu, er is al getest in de woonzorgcentra afgelopen week, donderdag en vrijdag, bewoners en personeelsleden nog van 85 centra. De meeste van die centra hebben nog geen resultaten, al zijn er uitzonderingen. Aurelia Serrehof in Sint-Truiden bijvoorbeeld. Daar weten ze al dat zo'n 30 van de 60 bewoners besmet zijn en een derde van het personeel. De helft van de bewoners en een derde van het personeel van dit woonzorgcentrum in Sint-Truiden is positief getest op het coronavirus. Voor de meesten was dat even schrikken, omdat ze zich niet ziek voelen. U bent hier net uw oma gaan bezoeken. Hoe gaat het met haar? Relatief goed. Ze zit hier goed en ja, het gaat daar goed af. Alleen een beetje verschoten deze nacht, omdat ze haar gezegd hebben dat ze positief getest is. Maar ze heeft geen symptomen of zo, dus... Gelukkig. Het rusthuis heeft onmiddellijk gereageerd. De besmette bewoners worden gescheiden van de gezonden. Op de eerste verdieping gaan de mensen wonen die positief getest hebben. Op de tweede, dus iedereen die nog gezond is. Het is zo dat we op die manier vaste teams kunnen toekennen. Dat betekent dat we het besmettingsrisico op die manier enorm beperken. Dit rusthuis is tevreden dat ze nu weten wie er besmet is. Maar ze dringen erop aan dat alle woonzorgcentra getest worden, zodat iedereen gepaste maatregelen kan nemen. Ja, en dat zou dus de komende weken de bedoeling zijn om iedereen te testen. Het is ook nodig, want de cijfers die ons dagelijks bereiken zijn bijzonder triest, zeker die voor de woonzorgcentra. De voorbije 24 uur zijn er 327 nieuwe overlijdens gemeld, waarvan 106 in de ziekenhuizen en 219, dubbel zoveel dus, in de rustoorden. Dat brengt het totale aantal sterfgevallen op 3.346 voor ons land. 421 mensen zijn bijkomend in het ziekenhuis opgenomen en daar liggen nu 5.635 patiënten met een coronabesmetting. Ruim 1.200 van hen op intensieve verzorging. Alles samen hebben bijna 6.000 mensen het ziekenhuis wel mogen verlaten. Ja, 6.000 mensen die het ziekenhuis mochten verlaten, dat zijn er een pak meer dan dat er nog mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. En net dat doet virologen vermoeden dat we de piek van de corona-epidemie wel eens gepasseerd kunnen zijn. Toch waarschuwen diezelfde virologen dat de lockdown nog zeker niet kan worden versoepeld. De scholen zullen dus ook gesloten blijven na de paasvakantie. Wanneer u de grafiek bekijkt, dan zitten we te dicht bij de piek. Om, wanneer u dan virologen vraagt, om dat te doen. Pas op, we hadden de scholen opengehouden langer dan men uiteindelijk heeft gedaan. Maar rond de piek, we moeten daar heel duidelijk in zijn, rond de piek, en daar zitten we nu, hadden de politici, maar ook de virologen, ook de scholen wel gesloten. En we zitten daar nog te dichtbij. Een coronabesmetting opsporen via een test, we hadden het er al daarnet over, dat kan een tijdje duren. Maar sinds kort bestaan er ook sneltesten waarmee je al een resultaat hebt binnen de 15 minuten. Het enige dat nodig is zijn enkele druppels bloed. Die testen worden al gebruikt in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Het ziekenhuis doet dat op eigen kosten en rekent de testen niet door aan de patiënt. Patiënten die naar het Gentse UZ komen met ademhalingsproblemen worden op de spoedafdeling meteen in de vinger geprikt. Twee druppeltjes bloed is al genoeg voor een test die veel weg heeft van een zwangerschapstest. Binnen het kwartier is er resultaat en dat is belangrijk, zowel voor de patiënt als voor het ziekenhuispersoneel.
We willen de patiënt zo snel mogelijk de beste zorgen geven. Als we dat heel vroeg bij opname weten, kunnen we de patiënt op de geschikte afdeling plaatsen en op die manier ook mogelijke verspreiding in het ziekenhuis tegengaan. Om 100% zeker te zijn, wordt het bloed ook nog eens getest in het laboratorium. Vinden ze antilichamen in het bloed, dan weten ze het lichaam reageert op het virus. Hier zien we het controlebandje en hieronder zien we het bandje van de immunoglobuline G-antilichaam. Dus een bewijs dat de patiënt het virus heeft doorgemaakt of nog aan het doormaken is. Omdat het een paar dagen duurt voor een lichaam antistoffen aanmaakt, is deze sneltest niet geschikt bij mensen die nog maar pas besmet zijn. Dan biedt alleen een wisser uitsluitsel. Er is een tekort aan neuswissers, maar het UZ stelde vast dat keelwissers, die na de keel ook in de neus gestopt worden, even goede resultaten geven en minder pijnlijk zijn. Intussen heeft de federale regering een overheidsgarantie van 50 miljard euro goedgekeurd. Die moet leningen mogelijk maken aan bedrijven die over de kop dreigen te gaan door de coronacrisis. Europa heeft voor de regeling groen licht gegeven. De banken hadden de voorbije dagen veel aanvragen gekregen van noodlijdende bedrijven voor een overbruggingskrediet. Maar de voorwaarden waaraan de bedrijven moesten voldoen om in aanmerking te komen, waren nog niet bekend. Die zijn nu dus goedgekeurd, zodat de banken kunnen beginnen om bedrijven die het tijdelijk moeilijk hebben te helpen. Deze garantieregeling die is belangrijk voor nieuwe leningen. Want natuurlijk, heel veel bedrijven die zijn op zoek naar bijkomende financiering om door die moeilijke periode heen te kunnen komen. Dankzij dit garantieschema zorgen we met een overheidsgarantie dat bedrijven leningen kunnen blijven geven aan bedrijven die het vandaag moeilijk hebben. In Anderlecht in Brussel waren er tot in de vroege avond rellen tussen een honderdtal jongeren en de politie. De jongeren waren samengekomen om te protesteren tegen de dood van een tiener vorige nacht, nadat hij wegvluchtte voor een politiecontrole. Omdat er een samenscholingsverbod is door de coronamaatregelen, trad de politie snel op om de jongeren uiteen te drijven. 49 van hen werden bestuurlijk of gerechtelijk aangehouden. Police. Tjo, 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 tjo. Beelden op Snapchat tonen hoe jongeren een ravage aanrichten op verschillende plaatsen in Anderlecht. De politie die op de hoogte was van de oproep om samen te komen, moest wel ingrijpen. Wij hebben niet ingegrepen tot het moment dat wij vaststelden dat men zich begon te wapenen met stenen en stokken. En dan hebben wij ingegrepen. En dan is het, ja, spijtig genoeg voor ons, niet de eerste keer dat we dat meemaken. Dan wordt het eigenlijk een spel van kat en muis in de straten van Anderlecht. De jongeren gaan van wijk tot wijk. Daar gaan ze telkens hevig tekeer. 5 politievoertuigen zijn zwaar toegetakeld. Uit een van de combi's gaan ze zelfs met een vuurwapen aan de haal. Dat vuurwapen, dat kan ik niet bevestigen dat dat is teruggevonden. We zijn daarmee bezig, maar momenteel kan ik u niet bevestigen dat dat is weggevonden. En de persoon die dat heeft ontvreemd is ook nog niet opgepakt? Nee, nog niet, nee. In Kuurichem, een wijk in Anderlecht waar we achteraf de schade filmen, zijn deuren en ramen gesneuveld. Intussen heeft de oom van de overleden tiener ook via sociale media opgeroepen tot kalmte. Je vous demande d'arrêter de faire de tout casser, s'il vous plaît. On est pas bien, on est déjà en deuil. On est déjà mal dans notre tête, mal dans notre corps. Donc s'il vous plaît, arrêtez de tout casser. Arrêtez de faire n'importe quoi. Tegen de avond is de rust weer gekeerd. De politie had de rellen enigszins verwacht. Jongeren zitten toch al redelijk lang binnen en nu plots het weer speelde ook niet in ons voordeel. Het was prachtig weer. Het zien aankomen, ja, eigenlijk wel. Ik ga niet zeggen dat we er ervaring mee hebben, maar toch. Het parket is intussen een onderzoek gestart naar de dood van de jongeman. Het buitenlands nieuws starten we in de Verenigde Staten, want dat land is nu het zwaarst getroffen door corona. Het zwaarst getroffen land ter wereld. Volgens de Johns Hopkins Universiteit zijn er nu meer dan 20.000 dodelijke slachtoffers, iets meer zelfs dan Italië. De meeste slachtoffers vallen nog altijd in de staat New York en in andere staten aan de oostkust, zoals New Jersey en Massachusetts. Maar ook de Midwest is nu zwaar getroffen. Vooral de steden Chicago en Detroit. In Florida wordt over enkele weken pas de piek verwacht. In bijna alle Amerikaanse staten zijn er nu dus besmettingen en doden. En in de officiële cijfers worden de overlijdens in de rusthuizen zelfs niet eens meegerekend. Toch toont de gouverneur van New York zich voor zijn staat voorzichtig optimistisch. All the numbers
are on the downward slope. Still, people getting infected, still people going into the hospital, but again, a lower rate of increase. The number of ICU admissions is down. De Braziliaanse president Bolsonaro blijft dan weer hardleers de adviezen van gezondheidsexperten negeren. In een video die via sociale media is verspreid, is te zien hoe Bolsonaro zijn aanhangers groet en zich niks aantrekt van de regels om afstand te houden. Hij draagt ook geen mondmasker. In een bakkerij poseert hij doodgewoon voor foto's. Bolsonaro heeft het coronavirus vergeleken met een lichte griep. En gouverneurs die quarantainemaatregelen hebben genomen, heeft hij ook bekritiseerd. Terwijl quarantainemaatregelen op veel plaatsen in China de voorbije weken geleidelijk aan werden opgeheven, dat weet u, is er een stadje in het noorden van het land waar die nu pas worden ingevoerd. Shenfenge ligt vlakbij de grens met Rusland en ontvangt traditioneel veel bezoekers uit de grote Russische havenstad Vladivostok. En daar komen nu net nieuwe coronabesmettingen vandaan. Dit is de grens tussen China en Rusland in het stadje Shenfenge. De overgang is sinds enkele dagen alleen nog maar open voor goederentransport. Reizigers mogen er niet meer door nadat tientallen Chinezen die via de Russische havenstad Vladivostok naar huis wilden terugkeren, besmet bleken met het coronavirus. Het hele stadje werd in quarantaine gezet. Uit vrees voor een grote uitbraak in de grensregio werd nu in allerijl een noodziekenhuis ingericht in een leegstaand overheidsgebouw. De Chinese autoriteiten laten ook medisch personeel overkomen uit andere delen van het land om de plaatselijke gezondheidsteams bij te staan. Een nieuwe grootschalige uitbraak van de corona-epidemie willen ze in China ten allen prijzen voorkomen. Zoveel is duidelijk. Zal hij nu wel of niet doorgaan, de Tour de France? Volgens persagentschap Reuters zal de Tour uitgesteld worden, maar niet afgelast. Dat leidt Reuters af uit bronnen, leveranciers, dichtbij de organisatie, die bevestigen dat er geen onderhandelingen meer zijn over de publiciteit. Dat wijst op schuiven op de lange baan, maar van afvoeren naar volgend jaar zou geen sprake zijn. Normaal was de start voorzien van de Tour de France op 27 juni in Nice. Een triathlon in uw kot, het kan. Wereldkampioen en wereldrecordhouder triathlon Jan Frodeno deed het vandaag in zijn kot, in zijn huis in Spanje. Een volledige triathlon voor het goede doel. Vanmorgen om 8 uur begon hij eraan, thuis in een zwembad met stroming, zwom hij 3,8 kilometer. Na 3 kwartier ter plaatse zwemmen, dat zag er zo uit, volgde de wissel. Niet echt een supervlotte wissel, maar de Duitser geraakte op de rollen voor een tochtje van 180 kilometer op de fiets. De afsluitende marathon legde hij af in minder dan 3 uur. In totaal deed Frodeno ruim 8,5 uur over, een uur boven zijn eigen wereldrecord, maar hij zamelde wel €200.000 in voor het goede doel en daar was hij blij mee. Ja, veel dingen zijn moeilijk in deze coronatijden, maar zeker met een heel orkest samen muziek opnemen. Maar de Galaxy Studios heeft een oplossing gevonden. De muzikanten zijn verdeeld over meerdere studios, proberen op die manier toch samen de muziek voor een film op te nemen. Maar u kan het zich voorstellen, dat is niet zo evident. Het is bevreemdend. Muzikanten die elk in een aparte ruimte samenwerken aan dezelfde filmmuziek. En het klinkt heerlijk als het samenkomt. We
Oorspronkelijk was voorzien dat we hier een 20-tal koppen orkest zouden hebben. En dan zitten ze samen in één ruimte en dan worden daar allemaal samen gespeeld. Maar dat ging dus natuurlijk nu niet. Ja. En hebben we uiteindelijk al die muzikanten verdeeld over de verschillende bunkers hier. En die muzikanten horen elkaar spelen. Dus het interactieve musiceren samen, dan kan dan toch gebeuren. En dat wordt op die manier samengebracht hier in de regiekamer. In de studio's in Mol wordt alles opgenomen. De componiste volgt vanuit Hollywood. We hebben natuurlijk nu ook geen dirigent, terwijl we anders een dirigent hier zouden hebben met een volledig orkest. Het werkt natuurlijk iets minder efficiënt, want normaal gezien zouden we allemaal samen in één keer hebben opgenomen. Het was toch wel even wennen in het begin. Ja, je hebt geen visueel contact. Ja. Je ziet ook vaak mensen aan de lichaamstaal wat ze gaan doen. Geen oogcontact. En dat valt nu allemaal weg, dus we moeten het allemaal op het gehoor doen. En dat is best wel anders. Ik stel voor dat we het nog één keer doen en dan denk ik dat we onze eerste leer wel hebben. Hè? Het kan voor even, maar het mag snel weer normaal worden. Het is echt veel leuker om met mensen samen te kunnen musiceren. Maar dat dit überhaupt kan, is echt super. Ja, de violen gelijk stemmen van op afstand. Morgen eerst veel zon, later komen er wolken en is er kans op een lokale bui. Het wordt wel warm, temperaturen in het binnenland rond 23 graden. We eindigen met een mooi initiatief van het orkest van de Opera van Milaan. De 64 leden willen morgen paaszondag vanuit hun huiskamer de beroemde Canon van Pachelbel spelen. Als dankbetuiging aan alle artsen en verpleegkundigen die vooraan staan in de strijd tegen het coronavirus. Met deze video willen ze andere muzikanten alvast warm maken om morgen mee te spelen. Met deze video zeggen wij ook nog eens dankjewel voor alle helden van de zorg. Ik wens u een gezonde nacht toe en ik zie u heel graag morgen terug. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.